ga van start, dames en heren. Afgelopen maand schreef ik met Joachim Koes en nog 6 collega's van het Europees Parlement een brief aan de EMA. Het Europees agentschap dat verantwoordelijk is voor de toelating van geneesmiddelen op de Europese markt. En daarin vroegen wij opheldering over de vele problemen rond de COVID-vaccins. En deze problemen zijn zo groot dat wij de EMA vroegen om intrekking van de markttoelating. Deze maand ontvingen wij van de EMA een antwoord op onze brief. En dit antwoord bevat schokkende feiten. Allereerst stelt de EMA expliciet dat zij de coronavaccins alleen en uitsluitend op de markt heeft toegelaten voor individuele immunisatie. En absoluut niet voor beheersing van besmetting en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen. En dit is vernietigend voor regeringen die vol op het campagneorgel zijn gegaan met de boodschap: je doet het voor een ander. Niets daarvan klopt. Niet alleen had de EMA de vaccins helemaal niet toegelaten om besmettingen tegen te gaan, de EMA gaat nog verder en verklaart in haar antwoord, en ik citeer: EMA's beoordelingsrapporten over de toelating van vaccins benadrukken het gebrek aan gegevens over besmettelijkheid. Met andere woorden, de vaccins waren niet bedoeld voor het voorkomen van besmettingen en er zijn al helemaal geen gegevens die onderbouwen dat de vaccins helpen tegen besmettingen. Sterker nog, de EMA verklaart: herhaalde blootstelling aan het virus verhoogt de kans op infecties, zelfs in gevaccineerden. De massale overheidscampagnes om jezelf te laten vaccineren, om je ouders, je buren, de zwakkeren in de maatschappij te beschermen, waren niet alleen ongeautoriseerd, maar ook volkomen onzin en niet gebaseerd op feiten. Maar helaas wordt het nog erger. De EMA zegt: de vaccinaties zijn uitsluitend voor de bescherming van het gevaccineerde individu. En voordat het individu, de patiënt, gevaccineerd wordt, moet, en ik citeer opnieuw de EMA, alle veiligheidsinformatie zorgvuldig worden overwogen alvorens een vaccinatie toe te dienen of aan te bevelen. Je mocht dus alleen in aanmerking komen voor een vaccinatie nadat een arts had vastgesteld dat dit in jouw geval verstandig was. En omdat vrijwel niemand onder de 60 jaar de kans liep op serieuze complicaties door het coronavirus, zou er op een enkele uitzondering na niemand, maar dan ook niemand onder de 60 gevaccineerd behoren te zijn. Dus de sporthallen vol met vaccinprikkers waren compleet in strijd met het gebruik waarvoor de vaccins waren toegestaan door de EMA. En het wordt nog erger. Om de veiligheid van de vaccins te beoordelen was het voor de EMA essentieel dat bijwerkingen goed zouden worden geregistreerd. En de EMA zegt hierover: wij verwachten vele rapportages van bijwerkingen die optreden tijdens of kort na de vaccinatie. En dat betekent dat juist in de eerste periode vanaf vaccinatie de klachten moeten worden gemeld. De regering steunde een beleid waarin deze klachten de eerste 14 dagen na vaccinatie juist niet werden gemeld, omdat het vaccin 10 tot 14 dagen nodig zou hebben om effectief te worden. Alle klachten in die periode werden juist aan het coronavirus toegeschreven. En dat is niet alleen frauduleus, het is moedwillig in gevaar brengen van mensenlevens. En ik herinner u er nog maar eens aan dat we nog steeds kampen met een gigantisch, zogenaamd onverklaarde oversterfte. Kort samengevat, deze informatie van de EMA is vernietigend voor het gevoerde vaccinatiebeleid van Rutte en de Jonge. De regering wist dat de vaccins niet zouden beschermen tegen de verspreiding van het virus, maar deelde deze informatie niet met de burgers. Integendeel, het drong de vaccins aan onze burgers op met leugens, verdoezelde de bijwerkingen en bracht hiermee de gezondheid van iedereen die zo'n vaccin genomen heeft in gevaar. De vaccinatiecampagnes dienen zo snel mogelijk stopgezet te worden en het is gewoonweg niet veilig en ze voldoen niet aan de eisen die de EMA stelt. En de regering en alle politieke partijen die dit steunden behoren op hun leugens en bedrog afgerekend te worden. Dank u wel.